Goedemorgen. Vandaag een antwoord op de vraag van Jorieke. Jorieke wil graag vet verbranden. En nu heeft ze begrepen dat de kans op vetverbranding veel groter is wanneer je een dieet volgt, welke niet alleen in calorieën, in brede zin, beperkt, maar die specifiek in koolhydraten beperkt. En ze is nu om die reden een koolhydraatbeperkt dieet aan het volgen, omdat ze graag vet wil verbranden. Dit volgt ze nu al een tijdje, maar wat heeft ze recentelijk gelezen? Dat de verbranding van vet niet tot nauwelijks plaats zal vinden in je lijf wanneer je slecht slaapt. En nu slaapt Jorieke al jaren belabberd. Jorieke slaapt enorm slecht en ze moet ook bekennen, sinds ze haar koolhydraatbeperkte dieet volgt, dat ze nog niet zoveel merkt van die vetverbranding in haar lijf. Haar vetribbeltjes, die blijven ja, een beetje zitten eigenlijk. Dus ze heeft ook het vermoeden dat ze niet zoveel vet in haar vet aan het verbranden is sinds de start van dit dieet. Terwijl de dieet doet promoten, hè? Dat je dan vet aan het verbranden zou zijn. Dus de vraag van Jorieke is, klopt het dat wanneer je slecht slaapt, er weinig tot geen vetverbranding plaats zal vinden in je lijf? Nou, Jorieke, laten we het eens hebben over de verbranding van brandstoffen in jouw lijf, waaronder vetten. En wanneer deze wel en wanneer deze niet goed, optimaal, voortdurend, constant, of in ieder geval heel vaak, plaats zal vinden. De verbranding van brandstoffen in jouw lijf is, net als alle stofwisselingsprocessen in jouw lijf, een enzymatisch proces. Enzymen die maken de verbranding van brandstoffen mogelijk. En die enzymen die zitten in jouw weefsels en cellen. Dat zijn eiwitten die daar gevestigd zitten. Maar die werken niet vanzelfsprekend. Want die werken enkel wanneer er een optimale, en dat is een lichtbasische, zuurtegraad heerst in jouw weefsels. En die zuurtegraad, die kan verstoord raken. Die kan verstoord raken wanneer afvalstoffen gevormd worden in jouw lijf ten tijde van de katabole afbrekende processen in jouw lijf. En die vinden voortdurend plaats gedurende activiteit in jouw lijf, wanneer je lichaam gericht is op activiteit en niet gericht is op rust en herstel, want het is ofwel activiteit en de vorming van afvalstoffen, ofwel rust en herstel en de afvoer van afvalstoffen. Wanneer de zuurtegraad in jouw weefsels door de vorming van afvalstoffen voortdurend, welke niet voldoende verdund, geneutraliseerd en afgevoerd kunnen worden, dan gaan de enzymen in jouw weefsels gaan verslechteren in hun werking. En zal ook de verbranding van brandstoffen, dus dat kunnen alle brandstoffen zijn, ook vetten, zal verslechteren in jouw lijf. Dus dan zul je, ook al volg je een koolhydraatbeperkt dieet, wanneer afvalstoffen opstapelen in jouw lijf, dan zul je hoe dan ook weinig brandstoffen, in dit geval vetten, verbranden. Wanneer zullen afvalstoffen opstapelen in je lijf? Ja, wanneer er veel meer uren van jouw dag uitgaan, gericht zijn op activiteit en dus de vorming van afvalstoffen. En veel minder uren tot nauwelijks je lichaam in rusttoestand verkeert. Dus wanneer je goed slaapt. Je hebt voldoende uren nachtrust nodig om jouw lichaam in staat te stellen herstelprocessen uit te voeren. Want die vinden alleen maar plaats gedurende rust. En onder die herstelprocessen valt ook de afvoer van afvalstoffen. Want gedurende activiteit moet de energie gevormd worden uit de verbranding van brandstoffen. En er worden afvalstoffen gevormd. En uit afbraakprocessen komen afbraakproducten vrij. Dus gedurende activiteit, wanneer door slechte nachtrust er veel meer uren in jouw dag zitten gericht op activiteit en dus de vorming van afbraakproducten, afvalstoffen,
En er veel te weinig door slechte nachtrust uren over zijn resteren om die afvalstoffen af te kunnen voeren, ja, dan zullen ze op blijven stapelen in jouw weefsels, zal de enzymwerking in jouw weefsels verslechteren, zal het verbruik van brandstof, dus ook van vetten, zal afnemen in jouw lijf. Dus dat al, een redenatie achter van, klopt het? Dat je bij slechte nachtrust je minder vetten zou verbranden. Ja, dat klopt. Brandstofverbranding, de verbranding van brandstof überhaupt zal afnemen in jouw lijf wanneer jij een slechte nachtrust hebt. En dan specifiek ook die vetverbranding. Daar vroeg jij specifiek naar. Kijk, want je begrijpt nu al dat de totale verbranding van brandstof, dus het brandstofverbruik in jouw lijf zal afnemen wanneer je slechte nachtrust hebt en afvalstoffen daardoor te veel opstapelen in jouw weefsels. Maar dan ook die specifieke verbranding van vet. Waarom zou die dan specifiek ook niet echt mogelijk zijn? Want dat heb je echt gelezen. Nou, de verbranding van vetzuren in plaats van glucose in jouw lijf, in jouw cellen, dat is, net als alle andere processen, een gereguleerd proces. Er moeten hormonen moeten afgegeven worden in jouw lijf en vervolgens receptoren prikkelen. En die hormonen brengen dan een boodschap over, waaronder de boodschap welke brandstof gebruikt moet worden. Leptine is het hormoon welke de boodschap overbrengt dat vetzuren in plaats van glucose gebruikt moeten gaan worden als brandstof. Dat hormoon, dat moet afgegeven worden door jouw vetweefsel. Wanneer je vetcellen bijvoorbeeld vol zijn geraakt. Nou, de meeste mensen die graag af willen vallen hebben volle vetcellen. Maar nadat dat hormoon is afgegeven, moet het receptoren prikkelen. En er moet een boodschap overgedragen worden aan die cellen met die receptoren. De boodschap dat zij vetzuren in plaats van glucose moeten verbranden. Maar die boodschap, dat betekent een informatieoverdracht die plaats moet vinden in die cel die die boodschap ontvangt. En die informatieoverdracht intracellulair moet plaatsvinden met behulp van enzymen, die wel goed moeten werken. Maar die enzymen kunnen enkel goed werken wanneer er een optimale zuurtegraad, een lichtbasische zuurtegraad heerst in jouw lijf. En dus wanneer de afvalstoffen die voortdurend gevormd worden in je lijf goed afgevoerd worden. Dus wanneer je voldoende nachtrust hebt. Dat betekent dat wanneer jij onvoldoende nachtrust hebt, slechte nachtrust hebt en als gevolg daarvan de optimale zuurtegraad in jouw weefsels verloren gaat doordat afvalstoffen meer gevormd worden dan dat er tijd over is om die af te voeren, dan zal de enzymwerking in jouw lijf verslechteren. Dan zal sowieso het totale brandstofverbruik in jouw lijf beperkt raken, maar specifiek ook de verbranding van vetzuren, omdat de cellen, de weefsels met leptinereceptoren, ongevoelig zullen worden voor de boodschap van dat hormoon. Dus dat hormoon kan wel afgegeven worden en die probeert dan een boodschap over te brengen op jouw weefsels en de cellen al daar, dat daar vetverbranding plaats moet vinden in plaats van glucoseverbranding. Maar ja, die cellen zijn daar ongevoelig voor die boodschap dan. Want ze kunnen die boodschap niet intracellulair overdragen met behulp van enzymen, want die werken niet goed door die opstapeling van afvalstoffen. Dus wanneer jij met slechte nachtrust kampt, dan zullen er heel wat processen, enzymatische processen in jouw lijf niet zo verlopen als dat jij verwacht dat zij zullen verlopen. Met betrekking tot, jij volgt een koolhydraatbeperkt dieet en jij verwacht dat er vetten verbrand gaan worden in je lijf. Ja, dus niet. Op het moment dat jij slechte nachtrust hebt, sowieso brandstofverbruik in jouw lijf zal verslechteren. Maar ook de gevoeligheid van jouw weefsels en cellen voor leptine, die dus instrueert dat de vetten verbrand moeten worden, ja, die zal afnemen in jouw lijf. Dus ja, het klopt, Jorieke. Wanneer je met een slechte nachtrust kampt, dan is de verbranding, de kans op de verbranding van vet in plaats van glucose erg klein.
En waarom nog meer? Omdat je lichaam stress ervaart wanneer er afvalstoffen opstapelen in je lijf. En er dus een niet zo goede balans is tussen inspanning en ontspanning. En afbraak en herstel. En stress maakt dat jouw lichaam wil gaan vechten of vluchten. En vechten of vluchten, dat doe je altijd op basis van de brandstof glucose en de verbranding daarvan. En nooit op basis van de verbranding van vetzuren in jouw lijf.